Ze hebben een enorm groen ei gevonden. Wat is het? Vraagt een van de smoezelkinderen. Opa Smoezel komt dichterbij en zegt, dat is een drakenei. Slijmerig slijk en tenenkaas. Dat ei heb ik 300 jaar geleden meegenomen uit China. Mijn smoezelhersens waren vergeten dat ik het hier begraven had. De smoezelkinderen zijn dolblij met het stinkende groene ei. Moet je horen, zegt het ene smoezelkind en hij houdt een horentje tegen het ei. Het klotst van binnen. Smeuïge stinksok, ik geloof dat ik iets hoor bewegen, zegt het andere smoezelkind. Ze aait over het ei.